Hier is de uberzetting des tekstes af Nederlands. NLL. Dwars door de Lage Landen wint 59e Gouden Televizierring. In een met spanning verwachte ceremonie werd afgelopen vrijdag in Amsterdam... de prestigieuze prijs, de Gouden Televizierring, uitgereikt. De winnaar van de 59e editie is de populaire show Dwars door de Lage Landen. Deze gewilde trofee wordt uitgereikt aan de beste televisieproductie van het jaar en wordt beschouwd als een van de hoogste onderscheidingen in het Nederlandse televisielandschap. De producent toonde zich dankbaar voor de ondersteuning van het publiek en noemde de prijs een enorme eer. Dwars door de Lage Landen staat bekend om zijn unieke vermogen om de culturele verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en België te verkennen. De show biedt de kijkers inzicht in het leven van de mensen in beide landen en slaat zo een brug tussen de culturen. Dit werd in de dankreden van de hoofdrolspeler bijzonder benadrukt. Hij zei dat de show probeert de kijkers te laten lachen, nadenken en voelen en dat het publiek een sleutelrol speelt. De Gouden Televisiering Gala 2024 was niet alleen een evenement ter ere van de beste tv-programma's, maar ook een feest van de diversiteit en creativiteit die de Nederlandse televisie kenmerken. Naast de hoofdprijs werden ook talrijke andere prijzen in verschillende categorieën uitgereikt. Wat laat zien hoe dynamisch en veelzijdig het televisielandschap in Nederland is. Het evenement eindigde met een feestelijke receptie, waar de winnaars de gelegenheid hadden om de verdiende erkenning voor hun werk te vieren.